En er kwam er ook eentje weer onverwacht binnenzeilen. En dat is onze Mariel. Hi. Maar jullie wisten het al. Ik had al gezegd, daar zit onze Chrissy. Hi, lieve kijkbuiskinderen. Ik was er weer. Ja, lieve vrienden. En onze Mario is er weer. Hallo. Alweer. Ja, alweer. Ja, vanmiddag was ze er, maar toen was Chrissy er. Maar nu is onze Anna er. Hi, Anna. Hallo. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, de 5e van de 12e 2023. Dus het is vandaag dat Sinterklaas jarig is. Hè? Dat, vanavond hebben we allemaal, behalve ik en meerdere met mij, Sinterklaasavond. Dus ik zou zeggen, laat je allemaal verwennen en verrassen met de mooiste, de leukste, de grappigste cadeautjes, gedichten, weet ik veel wat nog meer, lekkernij, weet ik veel. Het is 12:42, ik ga zo even het kou proberen te trotseren. Want het is niet fijn, ook door de wind. Het is kouder dan dat het is. Het is 2 graden, maar het voelde van de net aan -4. Ik ga kijken op mijn telefoon. Kijken wat die zegt. Nee, ik doe weer verkeerd. Ik moet gewoon daar naartoe. Eventjes. 2 graden. En het voelt aan als -3. Ja, niet fijn dus. Ik zal kijken of jullie dat kunnen zien. Er staat onder in het kleine lettertjes -3. Voldaan als -3. Ja, niet fijn, nee. Echt niet. Maar in ieder geval, komt allemaal verder zo goed. Ik ga zo de meisjes uitlaten, want ik krijg straks visite. Ja, iemand die jullie al kennen, als jullie helemaal terug gaan naar beneden en gaan zoeken, ook met de naam Chrissy erbij, dan zijn jullie er. Ja, want Chrissy die komt. En daar ben ik zo weer blij mee. Ja, echt. Daar ben ik zo weer blij mee. Ja, want jullie weten, ze zit in Polen. Althans, woont tegenwoordig in Polen, omdat ze die lui helpt. Die vluchtelingen. En ja, moeten ze ieder voor zichzelf weten wat ze willen doen. Ook is ze wel geprikt, helaas. Maar het is gewoon een schat van de vrouw. Het is een engel, ja. En ze is nou gewoon weer in Nederland, vlakbij in een dorp. Julianendorp genaamd. En het hoort ook bij Den Helder. Het is gemeente Den Helder. Iedereen noemt het ook gewoon Den Helder. Nee, het is niet Den Helder. Het heeft nog altijd een eigen naam. Julianendorp. Maar in ieder geval, vroeger was het maar één weg. Één lange weg. Toch, nee, niet door gezwaard. Ik weet het zo even niet meer. Ik was nog klein. Maar Julianendorp is zo uitgebreid en uitgebreid. Er komen maar huizen bij en gebouwen en dit en dat. Dus ja. Maar in ieder geval, het was vroeger maar één weg en 2 kleine zijstraatjes, geloof ik. Het was echt een oud dorpje, rustiek, weet je wel. Maar het is nou helemaal modern, moderne huizen, woningen, weet ik veel, gebouwen, ja, noem maar op. Dus, maar in ieder geval, daar vertoeft ze nou bij iemand en hartstikke leuk. En dan komt ze vanmiddag lekker bij mij even. Ja, hoepie, ik heb ik al niks in huis. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen, nee. Maar ja, boeit niet.
Nee, maar is niet erg, zolang er maar koffie is, dat heb ik, ja. En voor de rest maakt het niet uit, vindt ze ook helemaal niet erg. Nee, ik ga zo eerst met de meisjes dus uit, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet, maar geniet ook met ons mee. En als Chrissy er is, ja, dan wordt er uiteraard even weer gevlogd, want ja, ze is er weer. Dus, nou, zij vindt het helemaal niet erg, want ze is er zo vaak toen op geweest destijds, dat ze hier nog woonde. Dus, ik hoop ook dat ze ooit weer terugkomt hier te wonen. Maar ja, je weet het niet, hè. En dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Nou, daar ligt onze Elving heerlijk, hè. Ja, nou. Ja, en er kwam er ook eentje weer onverwacht binnenzeilen. En dat is onze Mario. Hoi. Maar jullie wisten het al. Ik had al gezegd, daar zit onze Chrissy. Hey, lieve kijkbuiskinderen, ik was er weer. Gelukkig wel, want we zijn er weer helemaal blij mee. En nou ja, die was dus ook natuurlijk heel blij. Ik kan niet zeggen, daar word je lelijk van. Ja, daar word je lelijk van. En dus, maar ik kreeg iets moois van Chrissy. Ja, dat laat ik jullie wel even zien. Ik heb zo'n Humax-kastje. Even de touw weghalen, want ik zou weer beginnen. En ja, toen kon het niet. Dit bakje. Met vlinders. Ja, leuk. Ja, weet ik veel wat dat is. En sterretjes. En nog een vlindertje. Waar zit een vlindertje? Hier ook. Aan de andere kant zit nog een vlindertje. Een zwarte zit erin. Maar hij is zwaar. En duisjes. Nou, de duisjes die staan ervoor dat uitgevlogen zijn. Ja, duiven kunnen vliegen. Ja, dus die zijn uitgevlogen. Nou, dat slaat dus op kinderen. En de vlindertjes die staan voor degene die ons voor zijn gegaan naar de hemelse paradijs. Ja, dus ik ben er helemaal wouds mee. Je moet maar op zo'n idee komen om dat te verzinnen en dan ook het zo evenaar, of hoe noem je dat? Ja, ik vind hem geweldig. Ik zit hier vast in een gat. Zo. Ja, dus ik ben er weer helemaal blij mee. Ja, geweldig. Ik ken enkel die witte vlinder niet. Hij is loodzwaar. Echt loodzwaar. En dat is die witte. Hij is echt mooi. Ja. Moet dat nou met die kop op die bankleuning? Is dat niet oud? Zo'n harde leuning? Nee, natuurlijk niet. Dat betekent toch niet? Boefie. Hé? Hé, je bent een boefie. Ja, je bent een boefie. Dus ja, en we hebben kerstkaarten uitgewisseld. Hè? Ja. En die voor jou hangt al te hangen. Oh, mocht ik het vergeten, lieve mensen. Natuurlijk, het is Sinterklaasdag vandaag. Maar ik weet dus niet of ik nog voor de kerst hier ben. Mocht ik voor de kerst niet meer hier zijn, dan wens ik jullie een hele fijne dagen toe. En een hartverwarmende dagen. Er zijn mensen die het hele koude dagen vinden. Geef ze een beetje warmte. Haal ze in huis. Geef ze wat te eten. Het is zo fijn als je voor iemand wat kan betekenen. Een kleine boodschap, een kleine moeite en een lief gebaar. En zo help je mensen door de kerstdagen heen. En als ik dan daarna nog niet aanwezig mocht zijn, dan wens ik jullie natuurlijk een ontzettend en een heel lief en een warm en een intens jaar toe. En dan hoop ik dat mensen die dit jaar heel veel verdriet hebben gekend, het nieuwe jaar een nieuw leven kunnen opstarten. Dag lieve kijkbuiskinderen, het was weer fijn om bij jullie te zijn. En ik ben zo blij dat ik deze boodschap heb mogen uitdragen. Ik zou zeggen, groetjes. Doei doei. Ja, lieve vrienden. En onze Mario is er weer. Hallo. Alweer? Ja, alweer. Ja, vanmiddag was ze er, maar toen was Chrissy er, maar nu is onze Anna er. Hoi Anna. Hallo. Goedenavond.
Goedenavond, weet je ook alweer? Sinterklaas. Nee, ik geloof niet. Corine. Sinterklaas. Corine, ja, mooie Corina. Naam. Corina. Corina. Ja. Corina, Corina. Corina, Corina. Nou, we hebben nog een zangeres ook in ons midden. Corina, ja. Corina. I love you so. Oh, little darling. Maar in ieder geval, we gaan zo meteen weer lekker. Eten. Ja. Ja, we gaan heerlijk eten. En wat gaan we eten? Weet je dat nog? Nee. Patat. Vlaamse patatje. Vlaamse frieten. Lekker patatje. Patatje, lekker patatje, patatje. Ja. Vandaag toch een beetje feestdag, hè? Ja, ja, want het is Sinterklaasavond, hè? Ja, oh, dat ja. Nog, ja. Ja, en, ze, en Anna heeft al wat gekregen van Sinterklaas. Ja. Ja. Want dat nog. Twee kaarsen. Ja. Nou, dan ben ik dankbaar aan Sinterklaas. Ja, en dat zijn die twee kaarsen. Ja, dat zijn die twee kaarsen. Dus, maar, dus ja. En als ik iedere keer als ik ze aanzet, dan denk ik aan Sinterklaas natuurlijk. Ja, uiteraard, hè. Nou, Rijka die heeft het naar de zin bij Anne op schoot. En die heeft het naar de zin. Ja. Naast Mario, dat lekker tussenin, tussen Mario en Anne. Hé, hey, Jana? Ja. Ja, echt waar. Dus ja, dan gaan we. En nou ja, ik ben nog steeds met die takkenboel bezig. De takkenbende. Heb jij het ook naar je zin? De takkenbende. Ja. En dus. Nou ja, en de patat, hè. Ja, de patat. Dus dan ga ik zo meteen even opschudden, want anders wordt de andere niet bruin. Vlaamse frieten. Vlaamse frietjes. Ja. Je moet van die brede patat hebben. Vind ik lekkerder dan die smalle dingetjes. Oh ja. Ja, die vind ik ook niks hoor. Nee, vind ik ook melerig smaken. Kreeg ik bij mijn woonde, kreeg ik dat. Nou, dat is maar oké, okay, lieve vrienden, dan weten jullie dat eventjes vanaf deze kant. Dus wij zeggen een goede avond. Goedenavond. Doei, doei, doei. Bye, bye. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn er weer. Om van jullie weer samen met deze dag af te sluiten. Hé? We zijn al lekker naar buiten geweest. Het was nou beter te vertoeven dan vanmiddag, dat ik met z'n oud ging. Vanmiddag waaide je zo wat, van je voeten weg. Zo hard ging het. En ijskoud was het. En nou was het 3 graden boven nul. En nou alweer 4 zien ik daar staan. Ik weet het ook echt niet hoor. Ik weet het echt niet. Daar staat ook 4. Ik zal weer eens even kijken. Hé? Ja, nou. Ja, 4 graden. Het voelt als 2, zegt hij nou. Maar dat ik buiten met ze was, was 3 graden en geen gevoelstemperatuur erbij van zoveel. Nou ja, hij zegt nou 2, maar het is in ieder geval boven 0 en het waait niet. Tenminste, niet zo achterlijk hard. Nee, geen storm. Maar in ieder geval. We zijn het hele blok hier weer om geweest en het was lekker een meisje, hey. Het was lekker buiten. Draai eens om. Zo, het was lekker buiten, hey. Ja, schat. Ah, kusjes op het pootjes. Oei, oei, oei. Krijg ik niet een kusje. Krijg ik niet een kusje. Nee. Oh, dank u wel op mijn neus. Klein kusje. Hé, meisje. Hé, ja, je bent een meisje hier. En wat voor een meisje? Een groot meisje, hè? Oh, goedje. Maar in ieder geval, wij komen dus om jullie wel rusten te wensen. Elwin ligt lekker lang uit op de bank. Ja. Dus, lang uit. Ja, ze ligt lang uit. Dus wij zeggen wel rusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, het was vandaag een hele fijne dag. Vanmiddag kwam eerst Mario onverwacht, maar die komt altijd onverwacht. Chrissy, dat wisten we.
Ja, daar was ik helemaal blij mee. En die heeft dus een hele toespraak gehouden tegen jullie. Een hartverwarmende toespraak. Dat vond ik ook geweldig dat ze dat deed. En vanavond kwam Mario weer samen met Anna. Ja, en die, we hebben met z'n drietjes lekker even een patatje gegeten. Nou ja, als Anna meekomt, dan doen we dat gewoon even. Ja, en al is het 2 keer in de week, wat boeit dat? Dat mensje, nou ja, ze woont hier vlakbij. Dijkzicht, waar ik altijd langs loop. En kamernummer weet ik niet, want ik ben nog nooit bij haar op een kamer geweest. Maar ze is beginnend dementerend, Alzheimer noem je dat allemaal. Maar in ieder geval, ze woont daar. En zij is de enige die nog het beste is. En zij mag dus nog alleen nog naar buiten. Ze mag de stad in, et cetera. Maar ze weet bijna niet te wonen. Hè. Ze is al toch al vaak geweest bij mij. Dus ja, maar het maakt niet uit. Ik vind het wel leuk dat ze meekomt. En dan komt ze gewoon met Mario mee. Helemaal niet erg. Nou, dan zitten we met z'n drietjes even lekker een patatje te eten. Moet kunnen. Vinden de dames allebei ook lekker. En ik vind het ook lekker. Dus ja. Dus, maar ach ja, voor die paar euro. Hè? En dan met z'n drieën lekker kunnen eten voor een paar euro. Wie doet je dan wat? Dus, maar in ieder geval, nogmaals, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard weer gezond uit je bed komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Ook over de diertjes, over iedereen, alles wat leeft. Dus ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!